Ja, we staan hier bij Hunebed van Loon, D 15. En ik sta hier omdat ik op zoek ben naar hele bijzondere mossen. Mossen die alleen maar op hunebedden voorkomen. En niet alleen op hunebedden, maar eigenlijk alle stenen die van graniet zijn. Graniet is zuur en alleen maar speciale mossen kunnen daarop groeien. We zitten hier bij een krantsteen van het hunebed. En om even te laten zien wat nou mossen zijn. Mossen zijn eigenlijk groene plantjes. Hele kleine, minuscule groene plantjes. Hebben een groen uiterlijk, maar het kan lichtgroen zijn, maar het kan ook donkergroen zijn. Deze lichte delen, dat zijn korstmossen en daar hebben we het vandaag niet over. Kijk, hier hebben we Hunebed muisjesmos. Een gewone muisjesmos, dat is een soort die heel veel voorkomt, vooral op kalk. Maar hier heb je een mos, muisjesmos op graniet. En die kan alleen maar op zuurgesteentes voorkomen. Hij is herkenbaar dat hij een beetje grijs is, een beetje olijfgroen en hij heeft witte haren aan de toppen van de blaadjes. Het bijzondere van Hunebed muisjesmos is dat in Nederland ze eigenlijk geen kapsels krijgen. Dat zijn eigenlijk doosjes met sporen. En ja, hoe vermenigvuldigen ze zich dan? En dat doen ze met kleine korreltjes, met gemmetjes heet dat ook wel. En daarmee verspreiden ze zich over het hunebed heen. Hier hebben wij een ander bijzonder hunebedmosje en die heet ook wel Sinterklaasmos. Nou is dat niet zijn echte naam. Zijn echte naam is Hunebed Bisschopsmuts. Maar goed, Sinterklaasmos is natuurlijk leuker. En deze Sinterklaasmos heeft altijd grijze glasharen. Nou ja, altijd. Deze niet. En dat maakt deze nou heel bijzonder. Dit is een variëteit zonder glasharen. En die komt heel zeldzaam voor in Nederland. Ook deze leeft op graniet en ook deze heeft geen kapsels hier. Maar hoe komen deze dan toch in Nederland en op een hunebedsteen? Zuurgesteente, zoals dit graniet, is zeldzaam in Nederland. Deze stenen zijn met de ijstijd hierheen gebracht vanuit de omgeving Zweden, Oostzeegebied, hier naartoe gekomen. En die mossen, ja. Kwamen die dan gewoon mee en zijn ze hier sindsdien verder gaan groeien? Of is er iets anders aan de hand? Nou, dat weten we eigenlijk niet. Wat we wel weten is dat ze hier geen kapsels vormen, dus dat ze hier geen sporen maken, maar in het buitenland, Zweden bijvoorbeeld, wel. Engeland, Duitsland, daar zijn ook van deze mossen gevonden met sporen, met kapsels. Wellicht zijn die sporen, die zijn zo licht dat ze door de wind hier naartoe zijn gebracht. En zo'n spoor die kan hier op gedijen en kan hier verder groeien. Ik denk dat dat het meest waarschijnlijke verhaal is.